Welkom allemaal. Mijn naam is Poeymee Sjan. Ik ben programmamanager van het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgasemissie uit het Veenweidegebied. En vandaag zijn jullie allemaal aanwezig bij alweer onze laatste deelexpeditie, waarin vandaag Wageningen University centraal staat. Het is heel leuk om in ieder geval al zoveel bekende en maar gelukkig ook nog wat nieuwe gezichten te zien. Welkom allemaal. Deze deelexpeditie is een samenwerking vanuit STOA samen met het NKB, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling en het NOBV, wat ik net al noemde. En vandaag staat Wageningen University centraal samen met TNO. Suzanne zei het al even in de chat, de sessie wordt opgenomen. En als je dat heel vervelend vindt, is het vriendelijke verzoek om daarna even later terug te kijken. De opname wordt te zijner tijd gedeeld met alle deelnemers en op de website geplaatst. En als je vragen hebt, omdat we met zo'n grote groep zitten, graag even in de chat. Die zullen we, want naast de sprekers zijn er nog heel veel andere onderzoekers in de virtuele zaal. Die kunnen ook jullie vragen beantwoorden. De sprekers zullen dat zelf ook proberen zoveel mogelijk tijdens de sessie te doen. Of dat zal zelf niet aan het spreken zijn, uiteraard. En anders sturen we die achteraf, zullen ze achteraf schriftelijk beantwoorden. Dus alle vragen zijn welkom en zet ze vooral even in de chat. Voor de mensen die voor het eerst hier zitten, het NOBV, het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen uit het Veenweidegebied, is een samenwerking van allerlei universiteiten en instituten. En in elke deelexpeditie staat één van die instituten centraal. En vandaag is dat Wageningen University en die werken daarin nauw samen met TNO. Nou, wat misschien goed is, en ik voor de mensen die er al, sommige mensen heb ik volgens mij elke keer, zitten er elke keer bij, dus ga ik een paar herhaling van zetten doen. Maar ik ga nog iets vertellen over het NOBV zelf. Als het goed is, hebben we daar een slide van. Het is goed om te weten dat het Nationaal Onderzoeksprogramma is gestart vanuit het Klimaatakkoord. En daar is een afspraak gemaakt om in het Veenweidegebied 1,0 megaton in 2030 te reduceren, broeikasgasemissies te reduceren. Nou, dus de uitstoot ontstaat onder andere door de ontwatering ten behoeve van de landbouw, waardoor zuurstof indringt in de bodem en daar onder andere CO2 bij vrijkomt. Want vandaag zullen we ook leren dat het niet alleen CO2 is, maar ook methaan en lachgas. Nou, wat we eigenlijk niet goed weten of onvoldoende goed weten, was nou hoe groot die omvang, hoe groot nou die uitstoot eigenlijk is en wat je daartegen kan doen. Wel orde grootte, maar dat zijn we dus nu aan het uitzoeken. Welke maatregelen tot welk effect, welke reductie leiden. Kan ik daar de volgende slide voor krijgen? Nou, ja. We kijken naar een aantal verschillende maatregelen. Onder andere naar waterinfiltratiesystemen, of ook wel bekend als onderwaterdrainage en drukdrainage. Al dan niet gecombineerd met een hoge slootpeil. We kijken ook naar greppelinfiltratie, gaan we de komende jaren ook naar kijken. Dus dan is het ook vernatting eigenlijk, maar dan vanaf bovenaf eigenlijk. We kijken naar natte teelten. Gewassen die groeien bij in of op het water of bij hele hoge grondwaterstanden. Ook een vorm van vernatting waarbij je dus niet meer naar melkveehouderij kijkt, maar naar andere soorten teelten. Lisdodden is bijvoorbeeld een voorbeeld van, maar we kijken dit jaar ook naar, we gaan vanaf nu ook kijken naar cranberries en miscanthus. We kijken ook naar bodemaanpassingen, bijvoorbeeld het inbrengen van klei in veen. En dat is dan niet een vernattende maatregel, maar dat zorgt voor een reactie van de bodem waar mogelijk ook CO2-emissie wordt gereduceerd. Nou, dat zijn onder andere, en ik ben niet compleet, maar dit zijn onder andere de maatregelen waar we naar kijken. En dat doen we op verschillende locaties en op verschillende schaalniveaus. Dat is denk ik wel goed om te weten. Dit zijn alle locaties waar we nu meten. En dat zijn op die blauwe puntjes, dat zijn allemaal specifieke locatiemetingen. Maar daarnaast doen we ook vliegtuigmetingen en we doen ook metingen met EC-masten. Nou, ik zal niet, en daar gaan we vandaag het vooral over hebben, over die opschaling, over die ruimtelijke variatie en die opschaling. En dat doen we samen met twee onderzoekers van de Wageningen University, namelijk Ronald Hutjes en Bart Kruid. Welkom. En van TNO Arnoud Frumeau. En heel fijn dat zij vandaag voor ons hun kennis willen delen. En wij beginnen met Bart. Bart Kruid, onderzoeker van de Wageningen University. Hij is een expert op het gebied van klimaatverandering, koolstofcycli, landatmosfeer en interacties
landatmosfeer interacties en het Amazonegebied. Af en toe zien we een foto van hem met een... Ik zie dan zo voor me dat Bart dan in een boom hangt met een EC-mast, maar het zal wel iets minder romantisch zijn. Maar af en toe vertelt hij daar hele mooie verhalen over. En hij kan ons ook, hij neemt ons ook best mee. Best romantisch hoor. Ja, mooi. Nou, hij neemt ons mee over het meten van de variatie in CO2 en methaanemissies met vaste en mobiele eco-variance masten. Nou Bart, aan jou het woord. Dankjewel, Poeimee. Ik probeer even het schermdeelproces zo goed mogelijk te laten verlopen. Gaat nog niet goed, zie ik. Het is wel lastig om dat voor te koken. Ja, ik zie je scherm. Ja, maar dat is nog niet helemaal wat je wilt natuurlijk. Het gaat om eventjes een beetje traag nu. Ja. Goed, jullie zien mijn presentatie. Oké, welkom allemaal ook van onze kant. Erg leuk dat er zoveel mensen komen luisteren. Mijn naam is Bart Kruid. Ik ben deel van het lijstje mensen hier aan de linkerkant van deze slide. Die in Wageningen... zich druk maken over fluxmetingen en het NOBV, veengronden en dergelijke. Daarnaast zijn er bij deze presentatie heel veel anderen betrokken. Onder andere al onze collega's op het eco-variance gebied binnen het NOBV. Die staan hier in het midden. Maar ook collega's van Natuurmonumenten en van Wetterskip Friesland, die ook aan de metingen waar ik over ga vertellen vandaag hebben bijgedragen. Dus het is een groot team van mensen. Heel veel mensen zijn hierbij betrokken. Ik ga zelf vooral praten over het meten van eco-variance van broeikasgassen emissies uit veengronden. En wat we daar allemaal op dit moment te weten over komen. En misschien ook wat er in de toekomst daar nog meer in het vat zit. Wij van Wageningen, zoals Primé ook al aangaf, houden ons vooral bezig met het opschalen van perceel naar landschap. En dat doen we vooral door eco-variance op verschillende schalen. Je kunt, als je het hebt over opschalen van klein naar groot, heb je het vaak over bottom-up en top-down. Wij doen allebei. Bottom-up betekent dat wij op locatie, op percelen, met eco-variance de broeikasgassen emissies meten. Deze variatie proberen te begrijpen, relateren aan de omgeving en dergelijke. Wij exploreren ook metingen van lachgasemissies. Nou, dat doet eigenlijk het TNO, daar straks het verhaal van Arno Frumeau van. Maar tegelijkertijd kijken we ook van bovenaf, top-down, waarbij we over het hele landschap meten met het meetvliegtuig waar Ronald Hutje straks over zal vertellen. En dan proberen we natuurlijk dat vervolgens te vertalen naar de landschap en te karteren door te combineren met de bottom-up metingen. Goed, ik heb het woord eco-variance al een paar keer laten vallen. En het was ooit de bedoeling om zo'n mooi filmpje van tevoren te vertonen. Wat ook in de vorige deelexpedities is laten zien over de meetmethode. Is helaas niet gelukt. Vorige week geprobeerd op te nemen, maar toen kwam ik erachter dat harde wind echt fnuikend is voor het maken van een goed filmpje. Gaat helemaal niet. Dus ik zal hier via de slides de methode toch wel even met u doornemen. Wat is eco-variance eigenlijk? Misschien hebt u er wel al van gehoord. Het zijn metingen vaak bovenop een meetmast. Nou, hier ziet u zo'n meetmast in het midden. Het is niet zo'n hoge mast. Een mast waar bovenop heel gevoelige apparatuur staat, waar we de metingen mee doen. Als je dan rechtsboven hier kijkt, dan zien we aan de linkerkant een windmeter. In het midden een CO2-meter. En aan de rechterkant een methaanmeter. Allemaal met hun meetmethode, waar ik verder niet op in zal gaan. Maar wat essentieel is, dat ze heel snel en heel nauwkeurig zijn. Dus we meten 10, zelfs 20 keer per seconde de windsnelheid in alle verschillende richtingen. We meten de CO2-concentraties en de methaanconcentraties, maar ook de waterdampconcentraties bijvoorbeeld, heel erg frequent. Nou, als je die verticale, de wind en dan vooral de verticale component daarvan,
vermenigvuldigt met de gasconcentratie, dan kunt u zich wel voorstellen, dan heb je eigenlijk gewoon het transport van het gas omhoog of omlaag. Dat is eigenlijk heel erg eenvoudig. Alleen 10 keer per seconde. Als we dat optellen over de tijd, dan hebben we in feite het gemiddelde transport van het desbetreffende gas, wat we maar meten, over een half uur bijvoorbeeld. En als we nou ook nog aannemen dat die lucht waarin die apparatuur staat goed gemengd is, en dat is vrijwel altijd het geval als het een beetje waait, dan kunnen we ook aannemen dat wat we daar bovenaan die mast meten direct gerelateerd is aan wat er aan het landoppervlak aan gassen vrijkomt of opgenomen wordt. En dat opnemen of vrijkomen speelt zich dan af in een zogenaamde voetafdruk windopwaarts van de meetsensoren. Dus waar de wind vandaan komt, daar kijkt het apparatuur naar. En dan is die voetafdruk, heeft een bepaalde afmeting. En dat kan vrij aanzienlijk zijn. Dat hangt af van de meethoogte. Ik heb hier geprobeerd dat een beetje te visualiseren. Dit is een kaartje van, of een satellietfoto van onze locatie in Langeweide, waarbij het NOBV-meetplot hier linksonder staat, in allebei de gevallen. We hebben daar een laag en een hoge mast staan. De lage mast, tot 2 meter, die kijkt eigenlijk niet veel verder dan misschien 100 meter. De contourentjes hier laten zien het percentage van de flux wat binnen die wat gemeten wordt. Het is een beetje lastig om dat uit te drukken. Het percentage van het landoppervlak wat verantwoordelijk is voor de flux die we meten. Als we nou hogerop gaan zitten, en we zitten hier bijvoorbeeld op bijna 6 meter, dan kijken we veel verder weg. Er staat hier tot 80% van de flux staat in het buitenste contourlijntje. Als we de 90% contourlijn zouden plotten, dan raakt die echt wel dat NOBV-plot. Dus dan kijken we echt naar vele percelen tegelijk. Als je nog hoger gaat zitten, kun je nog verder meten. Waarom doen we eddy-covariance in tegenstelling tot al die andere meetmethoden? Nou, alle meetmethoden hebben zo hun voor- en nadelen. We vergelijken natuurlijk voornamelijk met metingen met kamers, die echt op puntmetingen doen. Eddy-covariance meet in zo'n hele footprint. De bulkuitwisseling. We meten echt alles wat in die footprint plaatsvindt. We doen dat op hoge tijdsresolutie, dus elk half uur. En bouwt heel veel data op over de tijd. En het is dus representatief voor een groot oppervlak. Er is geen verstoring in het oppervlak door de meting. Je kunt gewoon vee, mensen, boeren, landbouwers kunnen gewoon in dat landoppervlak, in die voetafdruk komen, doen wat ze normaal doen. En dat meten we dan ook allemaal mee. Dus koeien meten we in principe mee. En die covariance staat bekend als duur. Hoge investeringskosten, dat klopt ten dele wel, hoewel andere apparatuur ook niet bepaald goedkoop is. Wat toch wel een groot voordeel is, is de lage onderhoudskosten. Als die mast er eenmaal staat, heb je er over het algemeen vrij weinig omkijken naar. Wat niet wil zeggen dat je als je 12 masten hebt staan, dat er niet altijd wat aan de hand is. In Wageningen meten we zowel met vaste stations, maar ook met mobiele stations die we regelmatig kunnen verplaatsen van de ene locatie naar de andere, waar we proberen een groter aantal locaties te beslaan. Waarbij we natuurlijk wel maar kortere perioden meten. Waar meten wij? Nou, Wageningen meet in het kaartje hier van de NOBV op diverse locaties. We hebben vaste masten staan in Aldeborn in Friesland en in Langeweide in het Groene Hart. We hebben mobiele meetmasten, 2 meetmasten die door het Wetterscript Friesland worden gemanaged. Dus in Friesland langs verschillende locaties. 2 mobiele masten die we nog niet echt helemaal geïmplementeerd zijn, maar wat in het Groene Hart gaat plaatsvinden. We hebben 1 verplaatsbare mast samen met natuurmonumenten in Noord-Drenthe, vlak tegen Groningen aan, in de Onlanden en Kamphuis in Moerasnatuur. Dan meten we natuurlijk ook met het meetvliegtuig en met eddy-covariance. En Arnaud Frumo zal vertellen over de metingen van lachgas. Tegelijkertijd hebben we natuurlijk op al die locaties ook weerstations staan. Dus dat wordt continu bijgehouden. Nou, hier zijn zo even wat visuele impressies. Ik moet er even een beetje snel doorheen gaan, want de tijd die loopt. Maar onze eigen meetlocaties zien er ongeveer zo uit. Ik wil even een nadruk geven op Aldeborn. Dat is onze eerste meetlocatie die eind 2018 al geïmplementeerd is. 2 mastjes samen met Merit van den Berg, toen nog van Radboud Universiteit, neergezet.
aan de rechterkant onlanden kamphuis, één meetmast die om de zoveel weken wordt verplaatst van de ene naar de andere locatie. De andere partners binnen NOBV hebben ook allemaal hun locaties en nou ja, die zien er ongeveer zo uit. Een weerribbe wordt gemeten bijvoorbeeld, een rietlanden in de wiede op open water, Ilperveld op veenmosteelt, twee locaties met lisdodden en ook nog een natte weiland in Assedelft. Drukdrainage. Nou, vandaag wil ik eigenlijk vooral resultaten laten zien van het overall beeld wat uit al die fluxmetingen komt. We gaan vandaag geen analyse doen van subtiele verschillen. We gaan ook niet kijken naar jaarbudgetten, daar is het nog te vroeg voor. En we gaan ook niet al te diep in op nieuwe analysemethoden. Dus we kijken echt gewoon wat er allemaal uitkomt. Je zult het zo wel zien. Hier hebben we het al. Kijk, dit zijn dan de metingen. En ik laat even om te beginnen de nachtelijke metingen zien, omdat die het meest sprekend zijn. Dus de grootste variatie over de tijd. We hebben met die hele club mensen eigenlijk de afgelopen week en dagen heel hard zitten werken om al die datasets bij elkaar te krijgen en op elkaar af te stemmen en in één grafiek te kunnen zetten. Dat was meer werk dan we hadden voorzien. Maar goed, het resultaat is toch wel erg leuk. We zien hier de variatie van de nachtelijke uitstoot. Dus, hè, 's nachts is er geen fotosynthese, dus dan zie je echt alleen de uitstoot van CO2 in dit geval. Vanaf eind 2018 in Aldeborn, daar zien we de twee meetmasten in een referentie in het maatregelperceel met hoge emissies in de zomer, lage emissies in de winter. Nou, dat zien we eigenlijk in alle locaties terugkomen. En dan zien we zo geleidelijk aan andere meetlocaties toegevoegd worden in de data, waarbij natuurlijk het laatste jaar een explosie is van meetsites. Heel veel verschillende meetlocaties in heel veel verschillende plekken. Wat hier vooral aan opvalt is hoe consistent de meeste metingen op elkaar lijken. De variatie, ongeacht waar je bent, is in grote lijnen hetzelfde, hoewel de bandbreedte, en dat is ook consistent, ook vrij groot is. De bandbreedte van dag tot dag kan toch wel haast een factor 2 verschillen. Dat is natuurlijk wel iets waar we ook ons goed in moeten verdiepen, hoe we daarmee omgaan. We zien ook wel wat afwijkingen. Ik heb bewust alles over elkaar heen geplot, ervan uitgaande dat als er iets echt afwijkt, dat je dat dan wel zal zien. Dat zien we bijvoorbeeld hier rechtsonder. Zien we dat een aantal metingen in het Ilperveld, in het Ankerveen, behoorlijk afwijken in de winter. Dat daar toch zelfs negatieve emissies 's nachts zijn. Dat betekent opname van CO2. Nou, dat is een beetje een mysterie wat daar aan de hand is. Ik heb gepoogd al die verschillende locaties samen te vatten in een aantal types. Nat en droog, of nat en diep ontwaterd grasland. Natte natuur, moerasnatuur. Open water zit er ook tussen. Paludicultuur zijn de groene punten. En dan zijn er ook toch twee percelen op mais, maar die zijn niet echt zichtbaar hier. Er zijn nog maar weinig data van. Hier alweer komt het beeld uit van de consistentie tussen al die verschillende meetlocaties en die verschillende meettypen, landschapstypen. Waarbij we wel de suggestie is dat die paludicultuur toch wel flink kan afwijken. Die kan wel hogere emissies geven dan andere, waarbij juist de natte natuur misschien wat achterblijft. Dus toch wat lagere emissies geeft. Voor wat het waard is natuurlijk in al deze ruis. En dan nogmaals die paludicultuur in de winter lijkt wel gekke dingen te doen waar we nog eens echt beter naar moeten kijken. Als we dit nou wel integreren over hele etmalen in plaats van alleen maar naar de nacht, en dat is natuurlijk wat we willen, de dagen die horen er ook bij, waarin CO2 wordt opgenomen, dan zie je dus dat de dagsommen eigenlijk relatief weinig variëren over de tijd. Wel weer met een grote bandbreedte, maar de variatie is niet zo groot. We hebben eigenlijk meestens tijds in de meeste locaties op deze veenbodems hebben we netto emissies. Behalve in het voorjaar en de vroege zomer. Dat zien we hier in 2020 en 2021. Niet in 2019 om de een of andere reden. Dat was denk ik toch de droogte daar. En daar zien we dat dan deze locaties duidelijk een opname laten zien van CO2. Maar al snel, ergens in het eind van de zomer, gaat het systeem weer over in emissies.
Ja, wat kunnen we nou met dit soort data? We kunnen natuurlijk naar die plaatjes kijken, naar de variatie. Maar we willen echt die analyse, die variatie kunnen analyseren. Nou, om te beginnen, er zitten echt nog wel ruis in en meetfouten. Die moeten we beter begrijpen. Ja, dat is goed, het is methodologisch. En daarnaast kijken we naar de variatie door de eigenschappen in locatie en beheer. Nou, dat hebben we voor een deel al gedaan. Maar wat we natuurlijk ook willen doen, is kijken in hoeverre is die variatie gewoon veroorzaakt door het functioneren van het systeem in relatie met inkomend licht, met de temperatuur, ook de biomassa, de conditie van de vegetatie, het waterpeil, het bodemvocht. Het zou best kunnen dat al die locaties eigenlijk heel erg op elkaar lijken in hoe ze zich gedragen, maar dat de omgevingsvariabelen verschillen. Nou, dat moeten we uit elkaar zien te pluizen. Nou, deze analyse zijn we nog maar net mee begonnen. Dat is echt nog werk in de uitvoering. Ik zal een paar dingen van laten zien. De meest voor de hand liggende analyses. Bijvoorbeeld die nachtelijke emissies, die, als je die uitzet tegen de luchttemperatuur. Nou, dan zie je, je moet wel steeds weer door je oogharen kijken. Dan zie je toch dat duidelijk dat deze emissies toenemen met de temperatuur op een exponentiële manier. Dit zijn weer de dagtotalen, hè. We zien weer de duidelijk afwijkende paludicultuur, met name die hier dichtbij de nullijn blijft, waarbij er nauwelijks emissies lijken, ook bij hoge temperatuur. Nogmaals, het is een mysterie, wat daar, of mysterie niet, maar kan me wel dingen bij voorstellen, maar dat voert nu misschien te ver. De meeste locaties lijken toch allemaal weer redelijk op één hoop te liggen en op dezelfde manier te reageren op de temperatuur. Hetzelfde geldt voor inkomende straling overdag, dus gewoon de fotosynthese. De opname door het gras en de vegetatie, die reageert ook redelijk vergelijkbaar op het licht. Dit soort dingen gebruiken we echt om te kijken of die functionele verschillen tussen die locaties groot zijn of niet. En dat lijkt in eerste instantie nog niet zo heel erg het geval. Nou, we meten natuurlijk ook methaanemissies. Niet in Aldeborn, vandaar dat deze meetserie wat later begint. Hier zien we de methaanemissies nou wel weer voor alle verschillende locaties, omdat daar toch wel leuke details in zitten. We zien wat duidelijk opvalt, is dat de natte natuur, dus wieden, weerribben en kamphuizen in onlanden en de paludicultuur, dat die duidelijk veel hogere emissies geven dan de rest, dan alle graslanden ook dan de mais. Wat zien we verder? We zien één opvallend ding wat wij in de onlanden en kamphuizen in Noord-Drenthe hebben gezien, in die moerassen, is dat één van de twee moerassen, die door de zwarte puntjes, kamphuis, die begon droog te vallen in de loop van de zomer. En dan zie je onmiddellijk een effect op de methaanemissies. Die zijn duidelijk, namen die af. Wat je ook ziet is dat in lange weiden, dat zijn hier die roze punten, ook dicht bij deze pijl, die was ook best wel hoog in de afgelopen zomer. En dat zullen dan wel alle sloten zijn geweest. Nou, Judith, interessant. Daar moeten we samen echt nog verder naar kijken. Maar verder zijn de graslanden blijven qua methaanemissies duidelijk echt wel achter bij de rest. Ook hier kun je zo'n functionele analyse doen. Tegen de temperatuur dan vooral. Dan valt inderdaad die paludicultuur, de groene punten, vallen weer enorm op. Dat is zeg maar all over the place. Of het nou bij lage of hoge temperaturen, de methaanemissies blijvend hoog. In tegenstelling tot de natte natuur, de blauwe punten, die wel hoog zijn, maar duidelijk van de temperatuur afhangen. Bij lage temperatuur zijn die emissies niet zo hoog. En alle andere locaties zijn weer laag, hangen ook van de temperatuur af. Analyse ten opzichte van de gewastoestand. Hoe groen het bijvoorbeeld is, of hoeveel biomassa en waterstand, hebben we nog niet echt kunnen doen voor al deze NOBV-locaties. We hebben wel hier al eerder naar gekeken voor de moerasnatuur in onlanden en kamphuis. En dan kunnen we plaatjes maken zoals dit, waarbij we links een relatie zien van de uitstoot of de opname van CO2 overdag in relatie tot het lichtweer. En ook in relatie tot hoe groen de vegetatie is. Dat kunnen we uitdrukken in de zogenaamde NDVI. En dan zien we hoe groener de vegetatie, dat is vaak ook hoe hoger die is, hoe hoger de opname. Nou, dat ligt voor de hand, maar hier zit duidelijk een onderscheidend vermogen. Hetzelfde iets dergelijks kunnen we doen voor de waterstand, pijl. Waarbij we dan weer de nachtelijke fluxen plotten tegen de luchttemperatuur. En dan zien we dat bij hoge waterstanden de emissies duidelijk lager zijn dan bij lage waterstanden, dan zijn die emissies hoger. Even afgezien van die ruis aan punten hier bovenin.
Dat weet ik niet precies wat het is. Dat gaan we ook voor alle andere locaties doen. Ja, dan kom ik aan mijn conclusies toe. Ik denk dat ik ook wel aan mijn tijd zit. Wat kunnen we tot nu toe al zeggen? Nou, wij zijn echt, het is een robuuste methode waar we echt die heel veel data oplevert. Al die sites samen geven plotseling een heel mooi beeld van de gemiddelde broeikasgasfluxen over alle veengronden. Er lijken in grote lijnen weinig verschillen te zitten tussen de fluxen en de afhankelijkheid van de omgeving. Er is wel veel variatie van dag tot dag en daar moeten we echt nog veel beter naar kijken. Er zijn nog allerlei aspecten waar we niet naar hebben gekeken. Ook bijvoorbeeld windrichting, richting van de locatie van de footprint, vegetatietoestand enzovoort. Daar gaan we echt nog veel beter naar kijken. Nou, methaan zien we duidelijk wel effect. Natte natuur en paludicultuur, hogere emissies. Wat ik nog wel wil benadrukken, en wat in al deze tijdserie metingen, ook voor de kamermetingen in NOBV belangrijk is, is dat de seizoensvariatie heel veel informatie geeft. Bijvoorbeeld dat de netto-opname vooral in het voorjaar, in de vroege zomer plaatsvindt. De timing van droogte en temperaturen lijkt erg belangrijk. Een vraagje is nog, wat doet het gras in de winter? Dat kan ook best nog wel veel opnemen, maar waarschijnlijk zijn de emissies ook hoog, waardoor we het effect niet zo echt zien. Wat die paludicultuur doet, is een vraag waar we naar moeten kijken, en dan met name in de winter. En pijlmanipulatie kan echt een effect hebben op de methaan. Tenminste, dat hebben we uit dit ene jaar metingen wel geconcludeerd. Nou, wij gaan in de toekomst vanuit Wageningen gaan we die mobiele metingen nog verder uitbouwen over een hele matrix van locaties. Dus dat gaat nog gebeuren. Er komen nog een heel aantal locaties bij, dus op die manier. We gaan interpoleren over de tijd om jaarbudgetten op te stellen. Daar zijn we al heel ver mee, heb ik nu geen tijd om over te praten. Verder, wat erg belangrijk is, dus blijkt ook wel, is dat onze datasets en analysemethoden verder harmoniseren, is ook nog wel een opgave, daar zijn we ook al een heel eind mee. Maar binnen NOBV en daarbuiten, dat zou heel erg mooi zijn. Nou, dat is ongeveer wat ik wilde vertellen. Dank u voor uw aandacht. Misschien kan ik mijn conclusieslide nog even open laten staan. Puymee, ik geef het terug aan jou. Dankjewel Bart. Dank voor je compacte verhaal. Je bent maar een paar minuten uitgelopen, dus dank. Misschien is het nog wel goed om even toe te lichten, hè, want waarom vertelt Bart ons dit allemaal? Hè, want hoe houdt het dan samen met de emissie uit veen? Het ging toch over veen? Het is enkel goed om te zeggen dat dit allemaal puzzelstukjes zijn om uiteindelijk te bepalen ook wat die emissie uit veen is. Hè, en hoe je dus hoe je die ook kunt beïnvloeden. Dus dit zijn allemaal componenten, bouwstenen daarvoor om daar uiteindelijk antwoord op te kunnen geven. Klopt hè Bart? Ja, dat denk ik wel, ja. En het gaat dus niet alleen om maatregel-effectrelaties, want dat is één kant van het verhaal, maar het gaat natuurlijk over het hele veenweidegebied. Hè? Ja. Dus daarom is die opschaling ook zo van belang. Daar zal Ronald zo meteen nog wel iets meer over vertellen. Die kijkt naar een nog grotere schaal. Dus dat is denk ik belangrijk om even toe te voegen. En dan geven die langjarige tijdseries die ik nu heb laten zien, geven een duidelijk beeld over de veengebieden als geheel over Nederland. Ja. Hoe dat varieert. Ja. Hey, het klinkt als we hebben het vaak over. Je bent altijd bijzonder enthousiast over de EC-masten. Ik ben zelf altijd wel. Ik moet zelf altijd een klein beetje lachen als ik de mobiele variant zie. Want dat is. Kun je misschien ook iets meer vertellen over hoe gaat het nou in de praktijk? Merk je nog dingen van? Denk ik, ja, daar loop ik echt wel tegenaan. Dat is echt onhandig. Dat is juist heel leuk om te vertellen. Ik heb er nog wel over nagedacht wat ik daarover zou kunnen zeggen. In de praktijk is een mobiele metingen zijn natuurlijk best wel veel meer werk. En dan gaat er ook wel meer mis natuurlijk. Dat is wel heel praktisch. Je verplaatst dingen en dan gaan dingen kapot. Ik denk toch dat als je nu met... We hebben binnen NOBV... Nee, binnen wat ik nu heb verteld hebben we het over zo'n 12 meetmasten. Dan is er ook altijd wel wat mis. Maar dat is ook niet zo heel erg raar natuurlijk. Je bent echt wel continu bezig om ergens een probleem op te lossen. Maar over het algemeen denk ik toch dat het... Ik denk er zijn heel weinig echte problemen waar we heel erg tegenaan lopen. Goed te horen. Ja. Misschien is je noemde heel even, je introduceerde Judith al even. Dat is misschien wel handig om... Ja. Judith van de Knaap. Respect. Die is aan het NOBV-team toegevoegd sinds een half jaar als PhD, maar al wat langer betrokken, ook als afstudeerstudent. En zij gaat onderzoek doen naar de broeikasgasemissies uit sloten, de veenweidesloten,
Ook omdat je dan ook, zeker in samen in relatie met wat Bart meet, ook kunt onderscheid kunt maken wat uit sloten komt, wat uit land komt. En zij heeft daar de vorige keer al iets heel kort in maart in het webinar al heel kort iets over toegelicht. Maar ga er maar vanuit dat jullie zeker nog meer van haar gaan horen. Ja, wat ik nog wel even daaraan kan aansluiten, dat is ook een opschalingsverhaal, maar dan even de andere kant op. Hè. Judith van de Knaap die meet puntmetingen in sloten van en het land op vlak aan methaanemissies. Het is heel interessant om te zien hoe dat integreert naar die voetafdrukschaal waar wij met EcoVariance meten. En er zijn de eerste data, liggen daar al zeker voor. Dus dat kan een interessante vraag worden. Het is natuurlijk heel belangrijk om te begrijpen wat het aandeel nou is van die sloten en eigenschappen van die sloten. En hoe je daarmee methaanemissies eventueel kunt reduceren binnen zo'n landschap. Want het grasland zal niet zo heel veel emissies aan hebben, nemen wij aan. Tot zover. Nogmaals, jullie gaan ook hier over de resultaten meer horen. En ook van Judith ga ik maar even vanuit nog zeker meer horen. En dan wil ik eigenlijk het woord geven aan Arnoud. Arnoud is onderzoeker luchtkwaliteit en klimaat bij TNO. En hij gaat ons meer vertellen over lachgas. Want hij voert vanuit TNO in samenwerking met Bart lachgasmetingen uit. Ook met behulp van EC. En jij gaat ons meer meenemen in die wereld. En waarom je dat doet en hoe je dat doet. Kunnen jullie mijn slide? Ja, zeker. Hij staat nog op, niet op presentatiemodus, maar... Ja. Doe je mee? Mag ik heel even? Er zijn wat vragen in de chat. Die komen later aan de orde. Als je ze in de chat zou willen beantwoorden, als dat lukt, graag. Oké, ik zal eens kijken. Ja, dankjewel. Ja. Jullie kunnen mijn presentatie nu zien? Ik kan hem zien en ik kan je horen. Oké, perfect. Zoals geïntroduceerd zal ik namens TNO en Wageningen, we hebben samengewerkt in deze exercitie, wat vertellen over de lachgas... EcoVariance, fluxen op zegveld. En jullie zien hier ook gelijk al de zegveldlocatie. En een van de masten, uiteindelijk hebben we twee masten daar geplaatst zijn in samenwerking met Wageningen. En er staat aan de noordoostkant van een veld waarbij je ook op de achtergrond zie je de NOBV-metingen binnen de omheiningen. En je ziet hier ook typisch de bewijding die hier plaatsvindt. Hè. De koeien staan in de velden hiernaast, maar ook het veld waar we de meting op doen. Daar lopen de koeien rond. En die zullen dus op de verschillende plaatsen hun mest achterlaten en ook urineren. Dus je hebt op verschillende plekken verschillende input van onder andere stikstof. En die bepaalt natuurlijk ook uiteindelijk waar dingen vrijkomen en emitteren. Dit is voor een groot deel al geïntroduceerd in het begin. De focus die lag voornamelijk op CO2 en methaan logischerwijs. Maar wat gebeurt er nou met dat lachgas? En als je maatregelen toepast, dan is dat ook van belang om te kijken van wat daarmee gebeurt. Dus vandaar de vraag over de lachgas in die totale balans. En voor het verhaal is eigenlijk van belang van... als je die stikstofkringloop hebt, heb je depositie en emissie van stikstofcomponenten. En in die bodem zijn verschillende processen gaande. En in die processen van omzettingen zijn ook tussenproducten van stikstofoxide en lachgas. En in de mate waarin dat dan vrijkomt, is dan is van belang wat die balans van zuurstof en water is in die bodem. En vandaar ook het belang van eventueel de maatregelen, grondwaterniveau en dan de meteorologie, de neerslag, wat er plaatsvindt naast dat je die bemesting, je temperatuur en andere factoren hebt die van invloed zijn. Dus uiteindelijk gaat het onder welke condities van belang zijn waarbij die emissie plaatsvindt. Hoe hebben we nou binnen NOBV die lachgasfluxen die uitwisselen met het oppervlak, die emissie en depositie, hoe worden die nou gemeten? In een voorgaande sessie heeft Jordi van Wageningen Environmental Research laten zien dat er kamermetingen worden gedaan. En daar de flux voor bepaald. En dat wordt volgens mij vanaf 2019 gedaan op zegveld. Op de velden, onder andere de velden waar wij de meting hebben gedaan. Vorig jaar van EcoVariance. Dat is een
Vorig jaar hebben we de evaluatie gedaan of we dat kunnen meten. En daar zal ik later op ingaan. En het komend jaar gaan we metingen doen op het veld ernaast om op verschillende locaties na te gaan of verschillen zien afhankelijk van het grondwaterbeheer. Even kort over de fluxkamermetingen. Want uiteindelijk is het een puzzel die je met verschillende metingen probeert op te lossen. Kamermetingen die geven inzicht in wat er gebeurt op een specifieke locatie. Hè. Het is een die uitwisseling tussen atmosfeer en bodem. Het is een goed gedefinieerd gebied, want je hebt die ene kamer. En als je dat op verschillende plaatsen doet, heb je een inzicht in de ruimtelijke variatie bij de verschillende maatregelen. Maar je mist een deel van het inzicht over de variatie in de tijd. En ook mogelijke korter durende veranderingen in je vochtbalans in de bodem. Je ziet hier in het midden zie je dat die metingen die vinden handmatig plaats. En die zullen dus die vinden niet continu plaats. Dus daarmee heb je een deel van het beeld. En met helicovariantiemetingen proberen we het beeld te... een stuk te complementeren door dat je continu die metingen doet van die uitwisselingen. Zoals Bart al uit heeft gelegd voor een groter gebied. En dat is afhankelijk van de windrichting wat je dan ziet. En dat wisselende gebied wat je ziet is daarmee dan ook alweer een nadeel ten opzichte van die fluxkamer. Omdat je wisselende stukjes bekijkt. Maar het is meer een geïntegreerd gebied. Bart heeft de open pad systemen laten zien voor CO2 en methaan. Voor lachgas zullen we kijken naar een ander systeem. Waarbij je eigenlijk de lucht aanzuigt en dan snel meet in een afgesloten ruimte. Terwijl voor CO2 en methaan doe je direct in die open lucht zoals op de plaatjes te zien was. Dus even... een recap. Afgelopen jaar hebben we de methode voor lachgas bekeken. Gaat die op? En die vergelijken we dan met de metingen met open pad methode voor CO2 en methaan. En komend jaar gaan we dat uitbreiden door dat systeem op 3 verschillende locaties toe te passen. Hoe kan je die lachgas nou snel meten? Tot nu toe staat het een beetje in de kinderschoenen ten opzichte van andere componenten. En inderdaad, de apparatuur is duur, maar zoals Bart ook al aangaf, je gaat er daarna vanuit, hè, de aanschaf is duur en als je die ontwikkeling hebt gehad, dat je daarmee een continue reeks kan bewerkstelligen en met minder veldbezoeken en een deel vanaf afstand kan controleren. Dus in de komende slides zal ik ingaan op hoe we dat kunnen doen. En of het technisch en operationeel haalbaar is om die metingen zo te doen. Hier aan de rechterkant zien jullie een overzicht van de meetapparatuur die we in een trailer hebben staan vlakbij de meetmast die jullie in het begin zagen. En dat is een laserabsorptiespectrometer. Dat is de zwarte kast op het plaatje. In dit geval heet hij de Miro. En dit apparaat hadden we eigenlijk voor andere type metingen, langzamere metingen met 1 maal per seconde. En voor de fluxmetingen moet je wat sneller meten. Dus we hebben eigenlijk in het begin en tijdens het experiment hebben aanpassingen gedaan, zodat we hier fluxmetingen mee kunnen doen. En je ziet hier een grotere pomp, omdat je dus de lucht sneller wil aanzuigen dan dat we oorspronkelijk deden. En op het plaatje op de monitor zien jullie, als jullie kunnen zien, zie je absorptiespectra. En dat betekent in feite dat je continu meet hoeveel van een gas wordt geabsorbeerd. Hier het plaatje, het veld met de 2 masten. De rechtermast is al door Bart uitgelegd, waarbij de open pad methaansensor. En het linkermastje is onze eigen setup met alleen open pad CO2 meter. Wat we hier kijken is, we gaan die metingen met elkaar vergelijken om te zien of al die metingen consistent zijn met elkaar. En in de rechter bovenhoek zien jullie onder de sonische aannemende meter zien jullie een witte inlaat voor de lucht.
Dus die lucht wordt aangezogen en die gaat dan naar de trailer. En daar wordt het, die lucht snel geanalyseerd. Op de, niet alleen op lachgas, maar ook voor CO2 en methaan. En daarmee kan je dit apparaat vergelijken met die op padmetingen. Dat je daar ook de CO2 en de methaan meet. We hebben in totaal 3 maanden gemeten. En ik laat je nu 2 keer een periode van 2 weken zien. En in dit geval laat ik hier de CO2 fluxmetingen zien. Waarbij de blauwe puntjes de metingen zijn met de open pad liquor. En de rode puntjes zijn de metingen met de Miro. Een deel van de metingen, dat zijn de grijze puntjes. Daar is de flux minder goed gedefinieerd. Dat is als de lucht wat minder goed gemengd is, voornamelijk onder nachtelijke condities. Of bijvoorbeeld dat het geregend heeft, waardoor de verstoring is van de metingen. En als je nou kijkt naar de, in dit geval in eerste instantie goedgekeurde metingen, en daar een met een moving average een lijn doortrekt, dan ziet u dit patroon. En dan zie je dat die van het Licor en de Miro redelijk overeenkomen. Je ziet midden op de dag. Midden op de dag is precies tussen de streepjes aan de onderkant. Hè. Dus ziet u de dagen staan. En de dagen, dat zijn de nachtelijke midnight points. Dus je ziet in de nacht zie je de respiratie. En overdag zie je de opname van CO2. En die patronen verlopen met elkaar mee, die twee meetsystemen. Terwijl in de onderste grafiekdeel, daar ziet u, heb ik geprobeerd uit te zetten, de windrichting. En in dit geval de rode pijltjes geven de wind vanuit de noordelijke richting aan. En dat is eigenlijk vanuit de kant dat we voor deze setup wat minder gewenst is. Want dan komt het van het pad en er is een sloot en een ander weiland, maar ook ten noordwesten, is het Lisdoddeveld. En de groene pijltjes geven de windrichting aan, die, dat is perceel 16 van waar we de setup hebben staan, die wel gewenst is. En de paarse pijlen geven aan van een gebied, die kunnen we ook, dus ook redelijk ongestoord, alleen verderop ligt dan weer een sloot. Dus dit is informatie om te kijken van, hoe, vanuit welke richtingen gaat het beter en minder goed op. En tevens ziet u daar de mate van turbulentie. En je ziet in de nachtelijke periode zie je allemaal lage waardes. En dat is ook waarom uw ster is in dit geval een maat voor turbulentie. En dan wordt die data wordt afgekeurd. Nou, als we zo die 2 weken doorlopen. En ziet u dus die overeenkomst. Maar als je dus over die hele periode die metingen vergelijkt, dan zie je dat die twee meetsystemen goed overeenkomen. Dus dat gesloten padsysteem, de Miro, die meet die CO2 ook zoals je zou doen met een open pad liquor. En daarmee heb je consistente metingen met dat bekeken. En ga je ervan uit dat de lachgasmetingen die je ermee doet ook betrouwbaar zijn. Voorafgaand hebben we ook die 2 liquors die we hebben staan met elkaar vergeleken. En die gaven ook vergelijkbare informatie. We kijken naar de lachgasmetingen die we gedaan hebben in deze site. Dan ziet u hier zo de eerste 2 weken. En wat opvalt is dat een voor lachgas is niet zo'n dagelijks patroon als voor CO2. Over het algemeen zijn het kleine fluxen, het is wat variabeler. Het is net iets, over het algemeen net aan de positieve kant. Dus er is een emissie. En zoals je ziet op de 17e en de 18e lijken er wat hogere emissies te zijn. Mogelijk is dat gevolg van veranderingen in die vochtbalans. Daar kunnen we pas later eventueel een uitspraak over doen met het vergelijken van die metingen verder. Wat van belang hier is, is om te kijken van, als je het nou door die hele periode bekijkt, hoe ziet het er dan uit? En overigens ziet u hier
wel periodes dat de metingen ontbreken. Dat heeft ermee te maken dat we in het begin toch wel redelijk bezig zijn geweest om het systeem goed werkend te krijgen. En dus die aanloop waar ik het over had in het begin. Je ziet dus over het algemeen die vrij lage fluxen. En af en toe zijn er een paar periodes dat er iets hoger flux is. Zoals bijvoorbeeld hier in de maand juni. Waar een aantal dagen opeenvolgend emissies zijn. Ook in een periode dat er wat neerslagperiodes zijn geweest. Helaas is niet de hele data tussen de 18e en de 20e juni aanwezig. Er is toen een stroomkabel doorgemaaid, waardoor een paar dagen is de meting ertussenuit geweest. Maar je ziet dus hier dus eigenlijk dat in die hele periode zijn er vrij kleine fluxen. Een aantal periodes zijn er wat hogere emissie-events. En dan zien we hier weer een paar weken dat er eigenlijk wat minder gebeurt en soms iets hogere waardes. En wat je ziet is dat er af en toe lijkt alsof er negatieve waarden zijn. Daar moeten we ook nog verder goed naar kijken. Je ziet wel dat in de nachtelijke periodes gebeurt, waarbij de omstandigheden niet altijd erg homogeen zijn. En in deze locatie opbouwen is van de concentraties uit verschillende richtingen aanstroom is. Dus moeten we verder goed naar kijken. Waar het hier om ging is dat het, die drie maanden heeft het eigenlijk best goed gewerkt. Hè? Afgezien van wat aanpassingen van het systeem in het begin. Het is wel van belang dat je regelmatig referentiemetingen doet. Een nulmeting en een calibratiegas. Maar dat daarmee wel de metingen met het meetapparaat, waarbij je dus meerdere broeikasgassen tegelijk meet, dat die goed vergelijken met de open pad metingen. Voor de methodiek moeten we nog wel een aantal dingen doen. Er zijn nog een aantal vochtcorrecties die we moeten doen in de fluxmetingen. En, er zijn een aantal theoretische correcties toegepast waar we eigenlijk willen kijken hoe die theoretische correcties vergelijken met wat je uit de metingen zelf kan halen. En daarna krijgen we het hele verhaal over hoe kan je die lachgasflux duiden. En dan heb je de combinatie met de andere metingen nodig. Zoals de kamermetingen en de meteorologie. Voor dit jaar en deze week zullen we die... De bedoeling is om komende vrijdag deze setup te bouwen op Zegveld. We zijn nu druk bezig om het in elkaar te zetten. En aangezien de Miro voor reparaties zetten we een andere vergelijkbare gasmonitor in. Het is eigenlijk hetzelfde principe. Daar hebben we ook de ervaring mee. En dan gaan we het iets anders doen. We gaan hem lager zetten en wat meer middel op het veld. Zodat we een betere dekking krijgen van het veld. Zoals Bart heeft uitgelegd. Een deel van de flux, afhankelijk van de condities, zal altijd wel van een grotere afstand komen. Maar het merendeel hopen we dan dat van het veld komt. En wat we dan doen is dat we op de drie drainagelocaties, eigenlijk de gele lijnen zijn de scheiding tussen de... In het noorden is het de drukdrainage, in het midden is de referentie. Dus de normale ontwatering via de sloten. En in het zuidelijk deel is de drainage door middel van het slootpijl. Zullen de lucht aanzuigen van de verschillende locaties naar het ene systeem, ene meetsysteem. En dan kunnen we om de anderhalf uur elke locatie doormeten. Dus dan heb je een fluxmeting elke anderhalf uur voor de drie locaties. En daar hopen we dus een beter beeld te krijgen van deze drie locaties voor de lachgas. En dan wil ik afsluiten met deze message. Ja, die lachgasflux, we zien eigenlijk voornamelijk kleine emissies met enkele grotere events. We kunnen nu dus die lachgas EC-metingen uitvoeren. En mogelijk ook op andere locaties of bij andere maatregelen. Het is wel van belang die meting continu te doen. Hè. Je hebt af en toe maar wat grotere events. En wat is het belang van die events in het geheel? En onder welke condities vindt dat plaats?
En ja, dat is een puzzel samen met de andere metingen, net zoals de kamermetingen. En daar wou ik het bij laten. Dankjewel, Arnoud. Was fijn, het, dat je, fijn dat je ons meeneemt in de wereld van de lachgasmetingen. Ik denk dat het goed is om te delen, waarom vertellen we dit nu? Hè? Omdat we ook echt de methodeontwikkeling van het lachgasmetingen is een hele belangrijke. Ik denk dat dat ook goed is om te delen met de aanwezigen. Dus dat lachgas is een beetje het is complexer. Daar weten we nog minder van. Hè? Dus vandaar ook die methodeontwikkeling. En het is dus heel goed dat we dat nu gedaan hebben, zodat we de komende jaren daar ook meer energie op kunnen zetten. En misschien ook goed om te delen waarom lachgas zo belangrijk is om te meten. Een broeikasgas wat zwaarder is. Intenser is als het gaat om de bijdrage aan de klimaatverandering. Maar dus wel gelukkig minder voor lijkt te komen. Althans in de veenweidegebieden. Maar ook minder goed voorspelbaar is in gedrag. Dus daarom is het zo van belang om dat goed uit te zoeken. Zeg ik dat goed, Arnoud, op die manier? Ja. Ja, dat is een goede verwoording. Ja. Dankjewel. Nou, ook hiervoor geldt. Ik zit even te kijken in de chat of er nog vragen voor zijn. Is er al een gouden standaard voor de bepaling van de... vraag van Geert. Is er al een gouden standaard voor de bepaling van de lachgas, CO2 en de methaanemissie? Nou, dat durf ik wel het antwoord op te geven dat er nu nog niet is. Maar dat we daar nu ook wel mee bezig zijn. En of één standaard is, dat lijkt me niet, maar we zijn het wel bezig om binnen het NOBV daar zoveel mogelijk richting aan te geven en daar ook met meetprotocollen voor te komen. Een eerste concept van het meetprotocol is er ook al, is ook te vinden op onze website. Misschien dat Suzanne nog even het linkje in de chat kan zetten daarvoor. Dan wil ik naar Ronald. Dankjewel nogmaals, Arnoud. Heel fijn dat je dit hebt willen delen. En ook van jou ga ik ervan uit dat we nog wel meer gaan horen. Ronald Hutjes is universiteit hoofddocent landgebruik klimaatinteracties. En Ronald heeft ook een heel romantische baan. Want hij mag af en toe in een vliegtuig zitten. Hij gaat ons meer vertellen over het integreren van metingen tussen op perceelsniveau en op landschapsschaal. En dat doet hij, wat dus die vliegtuigmetingen, hoe die onderdeel zijn van het NOBV. En hoe ze dat doen. Ronald, aan jou het woord. Ja, dankjewel Pime. Ik zal ook even mijn scherm delen. Dan zie ik jullie allemaal niet meer, dus je moet daar maar roepen of dat goed gaat. Wacht even. Ja, zien jullie mijn scherm? Oké, ik ga vanochtend wat vertellen over de vliegtuigmetingen en hoe die bijdragen aan om een soort totaalbeeld te krijgen van alle emissies, met name van CO2 uit het veenweidegebied. Ook dit is natuurlijk weer groepswerk, niet alleen van ons wetenschappers, maar in dit geval ook van een groepje piloten. Zoals je straks ziet, hebben we behoorlijk veel gevlogen tot nu toe en zijn we dat voorlopig ook van plan te blijven doen. Dus we hebben een hele pool van piloten die elkaar daarin kunnen afwisselen om afwisselend de verschillende veenweidegebieden te overvliegen. En waar ga ik het over hebben? Ik ga je dadelijk eerst even een korte video laten zien met wat impressies van wat je uit de lucht ziet. Als je om je heen kijkt in het landschap en wat allemaal wel niet invloed kan hebben op de metingen die we met het vliegtuig doen. Daarna zal ik datzelfde proberen te doen aan de hand van het vele kaartmateriaal wat we in Nederland aan hebben. Aan mogelijke verklarende factoren voor emissies uit het veenweidegebied. En dan het hoofddeel van het verhaal zal gaan van hoe kun je nou die vliegtuigmetingen interpreteren. En wat kunnen we tot nu toe al zeggen over verklarende variabelen, zal ik maar zeggen, van CO2 emissies vanuit het veenweide. En tot slot dan even een korte discussie over de positie van dit soort metingen in het geheel. Ik begin met een aantal shots vanuit de PAVR. De PAVR is dat vliegtuigje wat je hier ziet. Al heel kort om aan te geven, voor op de neus zie je een raar uitsteeksel en daarmee meten we de emissies. De camera die je dadelijk ziet hangt midden onder het vliegtuig, een beetje tussen de achterwielen die je daar ziet. Dus daar heb je een beetje een oriëntatie van wat je dadelijk te zien krijgt.
Hier zie je de onderkant van het vliegtuig met al een paar sensoren die naar beneden kijken. Maar we gaan nu eerst eventjes kijken van wat er zoal te zien is vanuit de lucht. Dus ik laat een videootje draaien. We kijken nu recht naar voren. Wat wieltje wat je ervoor ziet is de neuswiel van het vliegtuig. Rechts zie je een slangetje uitsteken. Daar doen we soms metingen mee van methaan en zelfs ook lachgas sinds kort heel experimenteel. Dat doen we samen met de Universiteit van Groningen. Dat is even wat je ziet vanuit vliegen. Nou, hier stegen we op vanuit Hilversum hier rechtsboven en we doen dit patroon in het groene hart. We vliegen in het groene hart en ik laat daar vier clipjes van zien die hier aangegeven zijn. Clipje 1, clipje 2, clipje 3 en clipje 4. Dus dat is vrij snel in het begin. Hier vliegen we over de Woerdense Verlaat. Je ziet een kletsnat gebied. We hebben het hier over januari. Heel veel water, niet alleen in de sloot, maar ook op het land. En je ziet ook een vrij ruige vegetatie. Qua gras en waarschijnlijk allerlei andere vegetatiesoorten die daar voor de flux bepalend kunnen zijn. Maar op een gegeven moment gaan we dan meer naar het reguliere en intensievere gebruikte deel van het veenweidegebied hier in het Groene Hart. En je ziet dat het gras veel egaler wordt en veel homogener en ook wat grotere percelen over het algemeen. Nou, wat je ziet, we vliegen heel laag. We vliegen ook af en toe over gebouwen heen, zoals hier. Je ziet hier rechtonder je op dit moment ook heel andere soorten vegetatie. Het was waarschijnlijk een soort plantenkwekerij die hele andere dingen doet dan toch wel 90% van het terrein wat dan over het algemeen gras is. Echte veenweiden. Nou, je ziet Nederland is zo vol, die bebouwing is echt niet te vermijden als je rondvliegt. Nou springen we ietsje verder in de landschap. Hier wat je even op het kaartje rechtsonder ziet is dat je enorme verschillen ziet in de kleur van al die percelen. Dat heeft te maken, dat zie je op dit moment in het vliegbeeld nog niet zozeer, maar dat is natuurlijk later in de zomer wanneer dat gras gemaaid gaat worden. Wat verschillende boeren op verschillende momenten van het seizoen doet. Soms met een wat spreiding van een paar weken daartussen. Maar in het voorjaar of hier in het voorjaar, midden in de winter, zie je dat verschil eigenlijk nog nauwelijks. Hè. Dan is alles nog even groen en is er verder nog 0,0 gemaaid. Hier zie je een ander deel van hetzelfde traject verderop. Ook in de zomer veel variatie. En wat je hier al ziet links, een aantal kale percelen. En we gaan er zo dadelijk ook overheen vliegen. Want toch ook in het veenweidegebied is niet alles gras. Er zijn ook nog best stukken waar flinke mais wordt verbouwd. Deze percelen die je nou recht hieronder ziet, wat kaal is, die zijn later in het jaar zijn die we volgezet met mais. En in sommige gebieden is dat toch ook nog wel richting misschien wel de 10% van het oppervlak. Dus dat zijn allemaal dingen die we meemeten als we die emissies vanuit het vliegtuig meten. Het gaat bepaald niet alleen over gras. Dan rechts zie je een dorpje. Dus als de wind van rechts zou zijn gekomen, meten we ook de emissies van zo'n dorpje. En ondertussen zie je onder het vliegtuigbeeld zie je ook weer allerlei vegetatietypes tussen tegenkomen. Zoals hier bijvoorbeeld, het lijkt een soort van fruitkwekerij of een bessenkwekerij. Het geeft wel aan dat het veenweide bepaald niet alleen gras is, maar ook allerlei andere vegetatietypes, inclusief bebouwing, inclusief wegen, spoorlijnen enzovoort. Allemaal dingen die we in principe vanuit het vliegtuig zien. Daar stop ik dan ook mee. Wat zagen we dus als belangrijkste take-home message hier? Een winterlandschap wat veelal kletsnat is. En dat geldt niet alleen hier in het Groene Hart. Dat hebben we zelden beeld. Krijg je bijvoorbeeld ook in de kop van Overijssel. Zwarte water staan grote delen van het oppervlakte staan min of meer onder water in de winter. Friesland geldt het iets minder, maar zie dat ook her en der vres veel. We zien zowel natuur als echte veenweiden. En meer de intensief en extensief gebruikte veenweiden. Vegetatie. We zien kale grond wat later in het jaar mais wordt of andere vegetaties of andere gewassen soms misschien wel. We zien boomkwekerijen, fruitkwekerijen zelfs en we zien natuurlijk ook bebouwing. Dat zijn allemaal dingen die straks onze metingen gaan beïnvloeden. Wat nou natuurlijk belangrijk is als we de meting van het vliegtuig willen interpreteren is... Kunnen we dat soort heterogeniteit kunnen we dat verdisconteren, omdat we uiteindelijk natuurlijk alleen maar geïnteresseerd zijn eigenlijk in de emissies vanuit de bodem. Gelukkig hebben we in Nederland een zoals dat heet, data-dense, een hele grote dichtheid aan allerlei achtergrondinformatie. Dus daar wou ik je eventjes meenemen om te laten zien wat we hebben en wat we ook gebruiken bij de interpretatie van die vliegtuigmetingen. Om straks ook die veenoxidatie uiteindelijk te kunnen carteren.
Even te beginnen met fossiele brandstoffen. Er is een hoge resolutiekaartje daarvan. Je ziet flinke emissies natuurlijk, vooral vanuit het stedelijk gebied. Het groene hart is een groot deel van de dag, is dat toch vrij donkerblauw. Dat betekent lage emissies. Maar goed, af en toe vliegen we met het vliegtuig wel over wat lintbebouwing of over een verkeersader. We zullen straks zien of dat wel of niet belangrijk is. Het grootste belangrijkste is natuurlijk de vegetatie. Tussen al onze metingen, dat geldt ook voor die Toeren-EC-meting, maar ook voor deze vliegtuigmeting. Tussen ons en de bodem waar we geïnteresseerd zitten, zit altijd vegetatie. In Nederland hebben we een hele gedetailleerde landgebruikskaart, het rechtse kaartje met wel 40 klasses. Hoeveel van die klassen zijn er nou eigenlijk werkelijk van belang bij dit soort interpretaties? Bovendien heb je dus te maken met dat gewas in verschillende tijden van het jaar gemaaid gaat worden. Nou, dat kun je zo in kaart kunnen brengen met dingen als NDVI, waar al over gesproken is. Of in dit geval de Fraction of Absorbed Photosynthetic Active Radiation, FAPAR, wat een directe maat is voor de groenheid van het gras, zeg maar. Ook hier de vraag, hoeveel van die landgebruiksklassen heb je straks werkelijk nodig? Doen er toe voor de interpretatie van de metingen. In de bodem geldt hetzelfde soort verhaal. Hier zie je het kaartje met de belangrijkste veentype in het westen van het land. De reden trouwens dat ik het westen van het land steeds als voorbeeld neem, dat ik daar straks in de meting ook zal op concentreren. En Siem Jansen heeft dat bijvoorbeeld die variatie in de veentype weten terug te brengen tot een soort een achttal archetypen, waar je dan misschien de moerengronden nog aan toe moet voegen en zo de belangrijkste variatie, tenminste in veentype, zou kunnen hebben afgedekt. Wat vervolgens natuurlijk eventueel doet, is wel of niet een kleidek erop. Maar wat natuurlijk belangrijk is, vooral zowel vanuit de verklaring als straks ook vanuit de maatregelen die we nemen, zijn de variaties in waterbeheer. We hebben een Nederland grondwatertrapkaart met wel 19 verschillende klasses. Dat kun je terugbrengen. Siem heeft het hier gedaan naar 5 klasses. Ik zal het straks laten zien of we misschien niet aan 3 klassen zelfs al genoeg hebben. Ja, hetzelfde geldt voor andere aspecten van waterbeheer of van waterhuishouding, moet ik zeggen. Dingen als kwel of slootafstanden en dergelijke. Als je dit alles bij elkaar neemt, zoveel bodemtypes, zoveel kwelsituaties, zoveel waterbeersituaties, nog los van alle vegetatie, dan kom je al heel veel potentiële combinaties van al die dingen. Een paar honderd kwam Siem al op uit. Het is heel erg de vraag, heb je al die variaties nodig om die vliegtuigmetingen te kunnen interpreteren en straks te kunnen opschalen van die metingen naar een soort gebiedstotaal? Terug naar het vliegtuig. Wat ziet ons vliegtuig nou in termen van al dat soort heterogeniteit? Eerst even, hoe ziet ons vliegtuig? Wat ik net al op de voorste of een van de eerste fotootjes liet zien, zit de belangrijkste instrumentatie zit hier op de neus van het vliegtuig, hier voorop. We doen gewoon eddycoherentie metingen, net als op de toeren metingen. In dit geval met een windsensor die op basis van druk werkt. Maar het principe is verder hetzelfde. En je ziet ook precies hetzelfde instrument als in de toeren, bijvoorbeeld voor de CO2-metingen. Eddycoherentie is het product van wind en die concentraties. Dus dat betekent dat we in dit geval met vliegtuigen meet je natuurlijk ook de vliegsnelheid, de wind door het vliegsnelheid, die moet je er volledig uit corrigeren. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste verschil tussen toerenmetingen en vliegtuigmetingen. Die vliegtuigmeting moeten we eerst volledig corrigeren voor elke beweging die het vliegtuig maar maakt. De voorwaartse richting, maar ook de hobbelbeweging, zal ik maar zeggen, die sommige mensen misschien wel misselijk zouden maken als ze mee zouden vliegen. Daarnaast meten we ook straling mee, belangrijke variabelen. We meten de oppervlaktetemperatuur en nog wat dingen die belangrijk kunnen zijn. Het footprintconcept is al eventjes aangehaald. Linksonder zie je typisch footprint van een torentje, een paar honderd meter. Zelfs nog een iets grotere of iets kleinere schaal dan de twee plaatjes rechts waar we het voor het vliegtuig laten zien. Maar het plaatje linksom heb ik alleen toegevoegd om te laten zien dat de torenmetingen over het algemeen een redelijk homogene footprint hebben. Het rechte plaatje van die linkse twee is de bodem, één kleur bodem. En het linkse plaatje is de vegetatie, vooral gras. Dat is niet het geval bij vliegtuigmetingen. Rechts zie je de typische footprint van het vliegtuig. Die is zo'n 5 kilometer windopwaarts, omdat we relatief hoger meten. We vliegen op 60 meter. Vergelijk dat met de 6 meter van de wat hogere torens. Dan zie je wel dat we een stuk hoger zitten. En de footprint dus navenant groter is. Die is tussen de 2 en 5 kilometer lang. In de richting van waaruit de wind komt. En is tussen de 1 en 2 kilometer breed.
En als resultaat zie je daarvan dat je dus eigenlijk altijd een flinke mix aan condities hebt in de metingen die je hebt. Hier links zie je dat voor de drainage, grondwatertrappen in verschillende grijstinten. Meerdere trappen komen binnen de footprint voor. In het midden zie je bodemkaart, blauwe kleuren, minerale gronden, bruine kleuren, veengronden. Zie je ook een enorme mix binnen de meting van het vliegtuig. En het rechts tot slot zie je hetzelfde voor landgebruik. Nou, dan valt dat hier wel mee. Het is vooral gras, de groene kleuren. Maar je ziet er ook de bruine kleuren. Dus de aantal maispercelen. Die toch ook een redelijke fractie van het landgebruik uitmaken. Nou, waarom is deze vliegpatroon gekozen? We vliegen dus in alle drie de gebieden. Zowel in Friesland aan de kop van Overijssel als in het Groene Hart. We vliegen gemiddeld. We proberen 2 keer per week te vliegen als het weer dat toelaat. En gaan we afwisselend bezoeken dan steeds een van deze drie gebieden. Om zo door het jaar heen een mooie dataset op te bouwen. Je ziet min of meer parallele lijnen hier. De afstand tussen die lijnen is zo gekozen dat die footprint uit het vorige plaatje met elkaar overlapt. Zodat we eigenlijk uiteindelijk het volledige gebied karteren. 100% van het gebied wordt afgedekt door onze metingen. Verder kun je er ook even bij bedenken. Ik heb hier niet het plaatje gezet. Dat deze lijnen eigenlijk loodrecht staan op de belangrijkste gradiënten die we in veen in elk van die gebieden hebben. In termen van veendikte of het voorkomen van veen. Dus spreidt zich meestal in de richting van deze parallele lijnen uit. Nou, wat zien we met vliegtuigen? In de eerste plaats, we meten wel een heel seizoen. Dat zie je in deze plaatjes. Je ziet hier 2,5 jaar metingen in het Groene Hart. Van een totaal van 40 vluchten. Je ziet de keurige seizoensvariatie. Als we hier even in het midden van dit plaatje kijken. Dat is heel 2021. Blauwe kleuren zijn de gemiddelde CO2-flux over een hele vlucht. Dus elk punt is hier een hele vlucht. En de rode metingen, de rode puntjes in het bovenste plaatje zijn de hoeveelheid zonneschijn, de PAR. Een hele sterke seizoensgang in de zomer, hoge fluxen, hoge opname van CO2 en een hoge zonneschijn. In de winter bijna niks. Onderste plaatje zie je hetzelfde ook bijvoorbeeld voor verdamping. In de blauwe kleuren voor sensibele warmte in de rode kleur. En weer voor de netto straling, hoeveelheid zonnestraling in het groen. Dus een heel seizoen meten. Maar wat we niet meten is... komt door de bepalingen die aan het vliegtuig worden gesteld. We vliegen onder zogenaamde visual flight rules. Dat betekent dat we alleen overdag mogen vliegen. Dat betekent dus dat we eigenlijk nooit die directe respiratiemetingen doen die je met een toren wel kan doen. Hè. Dan meet je ook 's nachts. Dat kunnen wij niet. Wij meten echt alleen overdag. Daarnaast proberen we eigenlijk altijd te vliegen als het weer dat toelaat. Maar uiteindelijk betekent dat toch nog altijd dat je goed zicht moet hebben. Geen regen, geen hele harde wind. Dus we hebben een klein beetje misschien een soort van goed weer bias in onze metingen zitten. Maar ik denk dat dat over het algemeen erg meevalt. Nou, hoe kun je nou die vliegtuigmetingen ontrafelen? Ga het hier even conceptueel proberen uit te leggen. Wat je hier ziet zijn de staafdiagrammetjes. Met in verschillende kleurtjes het aandeel van een paar verschillende hypothetische landgebruiksklassen, bodemcombinaties, landgebruikklassen in verschillende metingen van het vliegtuig. Dus het linker kolommetje wordt gedomineerd door gras op veen. Het middelste kolommetje wordt gedomineerd door gras op zand, wat in het Groene Hart ook nog wel her en der voorkomt. En het rechter kolommetje is een meting waar toevallig wat meer bos in de footprint zat. Nou, wat we uiteindelijk meten is het gemiddelde flux die hier onderaan elk van de kolommen ziet van het gemengsel van al die 4, 5 landsgebruikstypen in de footprint die voorkomen. Dit is wat we uiteindelijk willen weten. De emissies van die verschillende gebruikstypes. En die heb ik hier ook een willekeurige waarde gegeven van hele sterke opname. Bos op zand, minder sterke opname van gras op veen. Omdat daar ook de bodememissies mee compenseren. En een afgifte even in water. Hypothetisch. De veronderstelling is dat die emissies van die 5 verschillende gebruikstypes of bodemtypes, dat die lineair mixen op basis van het aandeel dat ze hebben in de footprint. En als dat zo is, dan krijg je een soort wiskundige formule die je daar rechts ziet. Het is uiteindelijk een soort van matrixnotatie waarbij de gemiddelde flux die we meten, de geobserveerde flux, een combinatie is van de flux van afzonderlijke landstypes maal het aandeel dat ze hebben in de footprint.
Nou, als je dit als formule kan opschrijven, dat betekent dat je hem ook als formule kan inverteren, zoals dat heet in wiskundige termen. Dat je in principe uit die gemengde fluxen, die oorspronkelijke fluxen, zou kunnen terugrekenen. In de praktijk is dat wat ingewikkelder, omdat je natuurlijk een complexe landschap hebt. We zitten met het gewicht van die footprint. Wat dichter bij het vliegtuig is, weegt wat zwaarder en wat verder af. Maar in principe kunnen we er allemaal voor corrigeren. Uiteindelijk, om dat te kunnen inverteren, om die oorspronkelijke bijdrage van al die verschillende landschapselementen eruit te kunnen halen, kun je statistische methoden gebruiken, zoals wat klassieker multilineaire regressie. Sommigen misschien wel bekend, je kunt wat least squares optimization methods gebruiken. Hebben we in het verleden ook wel eens getest. En wat natuurlijk tegenwoordig helemaal hot is, de zogenaamde machine learning technieken. Uiteindelijk ook een soort van statistiek, alleen betekent dat je niet dezelfde variatie of dezelfde relaties door het hele landschap of door je hele parameterruimte veronderstelt, maar dat het kan variëren van plek tot plek of van periode tot periode. Eerder hebben we wel eens metingen gedaan, dit soort analyses gedaan. En daar bleek bijvoorbeeld bebouwing en gras goed van elkaar te onderscheiden in het groene hart. Hier zie je opnames van gras en emissies van bebouwing in de verschillende jaargetijden. We konden voorjaarsgewassen goed onderscheiden van dus meer de summer crops, de dingen als mais. En in regio's waar dat van belang was. We konden bijvoorbeeld ook loofbomen van naaldbomen onderscheiden. En uiteindelijk kon je dit soort informatie gebruiken om tot de landsdekkende kaartjes te komen van in dit geval de opname van dagopnames van CO2 en afgiftes in de bruine kleurtjes over heel Nederland. Inclusief een soort onzekerheidsschatting in het rode kaartje. Je kunt dat ook door de tijd aggregeren en in principe heb je zo natuurlijk dan uiteindelijk de emissies waar je in geïnteresseerd zou zijn. In dit geval dan voor onze interesse beperkt voor het hele veenweidegebied. Dus dat gaan we ook proberen voor het Veenweide doen. We doen dat voor het Groene Hart. Wat ik al zei, we hebben tot nu toe 40 vluchten gehad. Tussen maart 2020 en we vliegen nu nog steeds. Deze heb je al eerder gezien. Het plaatje zal ik niet herhalen. Hier zie je wel een beetje dat we ook bij verschillende temperaturen hebben gemeten. Het bovenste plaatje, de blauwe punten. De temperaturen lopen een van 5 tot meer dan 25 graden bij sommige dagen. De vochtigheid varieert tussen 30% en 80%. De windrichting is bij verschillende variaties. Dus we denken dat een redelijk representatieve set van metingen hebben ten aanzien van alle voorkomende weertypes in Nederland. In dit plaatje zie je dat nog een keer in 3D. Het simpelste wat je kan doen op basis van die metingen die je rechts ziet, al die metingen langs al die lijntjes die we hebben gevlogen, is een soort ruimtelijke interpolatie. Rechts zie je elk puntje is een vliegtuigmeting, een rood puntje in het linkse plaatje. En je kunt dan die metingen simpel interpoleren. Dan krijg je een soort ruimtelijk beeld. Dan moeten we nog wat slimmer doen. In theorie kan je dit over je landschap leggen. En dan krijg je een beetje een indruk waar zitten de emissiehotspots. De gele punten hier, die deels te maken hebben met stedelijke bebouwing. Maar ook deels te maken hebben met hotspots in het agrarische landschap. En de blauwe punten waar de opname nog sterker is. Vaak zijn dat meer natuurlijke delen van het landschap. Maar wat we meer geïnteresseerd zijn, dus die vliegtuigmeting weer te ontrafelen naar de verklarende variabelen. In dit geval hebben we dat heel recent pas geprobeerd met die machine learning. Het is allemaal nog wat sterk onder voorbouw wat ik je laat zien. Maar wat we erin hebben gestopt aan mogelijke verklarende variabelen is de 3 meteovariabelen. Dus hoeveel zonneschijn, de temperatuur van het oppervlakte en de droogte van de lucht. De vapor pressure deficit zoals het heet. We stoppen veendikte als verklarende variabelen in NDVI. Dus dat is die vegetatiegroenheid. Om ook dingen als maaien in het seizoen mee te kunnen nemen. En we nemen een aantal categorische variabelen mee. Waarvan we dan bepalen wat is het percentage in de footprint van onze meting die we hebben gezien. We hebben 3 drainageklassen, minder dan 40 centimeter, tussen 40 en 80 centimeter grondwater en grondwater dieper dan 80 centimeter. Die 40 landgebruiksklassen hebben we teruggebracht tot 5, die belangrijk denken te zijn binnen het veenweidegebied. Dus dat is gras, gewassen, water, gebouwing en bos, forest. En in dit geval hebben we maar 2 bodemtypes onderscheiden, alleen veengronden en minerale gronden. Maar zoals je ziet hierboven hebben we ook veendikte meegenomen. Dat is wel belangrijk, zoals we daar zullen zien. Dan kunnen we best de machine learning op loslaten. We kunnen eerder al vrij snel een redelijk deel van de variantie verklaren. Je ziet hier een blauw de oorspronkelijke metingen.
2 jaar metingen met vliegtuigen. Elk puntje is ergens in het landschap. En met geel dan wat de machine learning er maar van maakt. Als je dat terug zou rekenen op basis van de geoptimaliseerde methode. Nou, je ziet dat die belangrijke variatie het seizoen pakt hij natuurlijk wel op. Maar misschien is er ook wel wat weinig spreiding nog in de metingen vergeleken met de oorspronkelijke metingen die we erin hebben gestopt. Dingen als een lichtresponscurve die we eerder van torenmetingen zien, kunnen we ook puur op basis van de vliegtuigenmetingen doen. Dat is wat je hier ziet. Blauw weer de oorspronkelijke metingen. In geel wat de machine learning ervan maakt. Nog steeds een prima lichtresponscurve, maar een beetje beperkte spreiding. Nou, dan kun je wat spelen met verschillende settings in die machine learning. Bovenin, linksboven zie je een bepaalde regression tree, zoals dat heet, waar je heel erg bandering ziet in de teruggebrekende emissies. Dus verschillende klassen zie je daar waarschijnlijk terug. En rechtsonder zie je een machine learning versie die wel min of meer de verspreiding aangeeft die je in de oorspronkelijke meting ook zag, maar uiteindelijk nog niet heel erg verklarend is. De hele grap van machine learning is dat je niet één relatie voor het hele landschap vastlegt, maar dat die relatie kan variëren afhankelijk van de plek waar je zit en afhankelijk van het seizoen waarin je meet. Dus het is moeilijk aan te geven wat nou de belangrijkste parameters zijn. Dan moet je heel erg eigenlijk weer je hele meetset analyseren om te zien wat op de verschillende plekken en verschillende tijden van het jaar verklarend is. Het blijkt echter wel een hele leuke, eigenlijk een verrassende en van mij betreft heel bemoedigend resultaat uit te komen. Namelijk dat eigenlijk overal waar we ook kijken, welk tijd van het jaar ook, de veendikte de eerst verklarende variabele blijkt te zijn. Dan gevolgd door de hoeveelheid licht, die verklaart de opname door de vegetatie, de surface temperature, de VPD. Die staan eigenlijk altijd bovenaan waar we ook kijken en welke tijd van het jaar ook. Terwijl die andere variabelen, die variëren onderling een beetje af en toe in termen van de belangrijkheid in de verklaring van de gemeten emissies. Hier zie je dat nog een keer hetzelfde. Dit is dus de ranking, de belangrijkheid van de verschillende voorspellende variabelen. Links, dus de lage waarde is het belangrijkst. De hoge waarde is minder belangrijk. En de error bar geeft aan of ze wel of niet nog wel eens van plaats willen verspringen. De bovenste 4 springen nooit van plaats, die zijn overal kennelijk belangrijk. Maar de andere lijken een beetje in 2 groepen uiteen te vallen. Bijvoorbeeld een middengroepje hier met gras, NDVI, mineralen, bodems en de middelmatige ontwatering. En de rechtse groepje misschien een derde groepje wat minder duidelijk is en wat meer varieert over het landschap waar ze wel of niet verklarend zijn. Wat je wel grappig ziet is dat veendikte heel sterk verklarend is en veenvoorkomen, het aandeel in de footprint, heel weinig. Die zit eigenlijk helemaal rechts in het plaatje. Dat is een typische geval van iets wat we nou nog moeten optimaliseren, maar kennelijk geven die 2 min of meer hetzelfde aan. Waarschijnlijk als we alleen veendikte erin stoppen, kunnen we het aandeel veen in de footprint kunnen we er al uitgooien, omdat die eerste eigenlijk alles al verklaart. En de tweede daarmee correleert en verder niet zo heel veel toevoegt. En zo geldt dat waarschijnlijk voor een aantal andere variabelen ook nog. Nou, de hele eerste impressie, het is ook heel vers en zal allemaal nog vooral ook zeker nog veranderen. Maar wat ik zelf dus in ieder geval veelbelovend vond, dat veendikte kennelijk nog belangrijker is bij de interpretatie van de metingen dan de vegetatieactiviteit. Dat moeten we beslist nog verder uitwerken, want er is nog veel te doen. We moeten keuze maken, dus in die wat optimalisatie doen verder in die keuze van die voorspellende variabelen. Het dubbelingen eruit gooien, zoals ik al zei, veendikte versus veenvoorkomen. Moet de optimalisatie van de machine learning variant. Er bestaan vele manieren om machine learning te doen. Wat het heel belangrijk is, denk ik, straks voor een totaalbeeld, is dat we zowel het vliegtuig als torenmetingen bij elkaar voegen. Want het vliegtuig meet alleen overdag, de toren ook 's nachts. Zodat we van die emissies nog een duidelijker beeld krijgen. En uiteindelijk wil je dan natuurlijk die mixed machine learning resultaten terugkarteren naar het hele veenweidegebied en aggregeren naar jaartotalen. Daar zijn we bepaald nog niet. Nou, waarom doen we dit? We hebben natuurlijk binnen het consortium ook iets als SOMERS bijvoorbeeld. Een modelsysteem waarmee we straks ook voor het hele veenweide op een soort bottom-up manier schattingen kunnen maken van emissies afhankelijk van waterbeheer en allerlei maatregelen die wel of niet nog in de ontwikkeling zijn. Ik zie die belang van die vliegtuigmetingen vooral als een soort wederzijdse check. Op het moment dat je SOMERS
gaat opschalen naar het hele landschap, kunnen we met het vliegtuig al heel snel, denk ik, een soort schatting maken van het landschapsgemiddelde emissies. Maar als je ziet vanuit die laatste paar plaatjes, proberen we ook die landschapsgemiddelde emissies uit te splitsen naar de verschillende delen die je in het landschap ziet. En dan heb je natuurlijk iets wat je prachtig met elkaar kunt vergelijken. Waarbij wij dus meting doen op plekken waar we dus absoluut nog geen toren of kamermeting of wat dan ook hebben. Daar wou ik het bij laten. Ronald, hartstikke bedankt. Voor je mooie impressie en ook voor de conclusies, want die waren of tenminste de eerste bevindingen, want die waren voor mij ook nieuw. Dus heel fijn dat je die met ons deelt. Misschien goed om te benadrukken, want in de chat zie ik al allerlei dingen genoemd worden die verklarend kunnen zijn voor hetgeen wat jij deelt. Ik denk dat het goed is om te melden dat we precies nog in die fase zitten. Dit zijn de eerste bevindingen en jij deelt je beeld nog steeds, Ronald, denk ik. Klopt dat? Ik zie Bart nu dubbel en mezelf. Sorry? Je deelt je beeld nog, denk ik. Ja, ik zal even afsluiten, ja. Maar goed, dit is echt vers... vers van de pers. Ja, vers van klopt. De pers, hè? Dus klopt. We zijn goed om even te delen. Dus we zijn er ook nog lang niet. Heb ik ook al even in de chat gezet. En je hebt ook heel mooi toegevoegd dat de waarde is van vliegtuigmetingen. Dus. En Bart heeft meerdere keren in de chat benadrukt hoe uniek meetnetwerk wij hier in Nederland hebben. Met verschillende meetmethodes. We zijn er niet, maar nog niet. Maar we maken wel flinke stappen. En de komende 2 jaar zullen we ook zeker bij jullie terugkomen met de voortgang van het onderzoek. Bart, jij wilde er nog iets aan toevoegen? Ja, nou, over dat unieke. Ik wou nog wel even benadrukken. Ik draai al wat langer mee. Er zijn internationaal een groot netwerk van fluxmetingen wereldwijd en binnen Europa, zogenaamd ICOS. Daar is heel veel, heel hoog kwaliteit vergelijking. Maar wat echt uniek is hier, is de enorme dichtheid binnen vergelijkbare landgebruiktypen, veenlijn. We kijken naar grote naar details en de enorme instrumentendichtheid. Dat is echt uniek en dat zie je niet in ICOS en Fluxnet. Echt in mindere mate. Dus dat maakt ons echt wel. Ik weet niet zo gauw niet van een equivalent in de wereld. Het zou best kunnen. Ik zie Arnoud knikken. Die weet ook wel wat van ICOS en zo. En ik denk dat dat wel best nog wel even genoemd mag worden. Dankjewel voor die aanvulling. Ik ben van jullie bij STOA dat jullie dat zo enthousiast trekken ook. Dat doen we graag. En misschien het unieke ook nog. En nou, dan hou ik op met mezelf op de borst kloppen. Ja, het mooie is ook naast, want we noemen nu Wageningen Universiteit, maar TNO hebben die staan vandaag centraal. Maar er zit een heel consortium achter van meerdere universiteiten en meerdere kennisinstellingen. En dat is ook een hele unieke samenwerking. Dus dat mag denk ik ook even benoemd worden. Dan rest mij jullie allen te bedanken voor jullie tijd. En interesse. En dan zijn we aan het eind gekomen van deze deelexpeditie. En volgens mij zijn alle vragen beantwoord. Misschien staan er nog een paar losse vragen voor jou en Ronald. Dus misschien als je nog heel even naar de chat wil kijken. Mm-hmm. In ieder geval Ronald, Arnoud en Bart, hartstikke bedankt. Heel erg waardevol en interessant, elke keer weer. En misschien is het ook leuk om te weten dat mocht je nog meer willen weten. Ronald en Bart zijn ook te beluisteren in onze podcast. Die is te vinden op onze website NOBV Veenweiden. Ik denk dat we nog een slide hebben met laatste slide hebben met de contactgegevens. En of anders via Spotify of Google Podcast zoek op de naam Studio Veenweiden. Daar zeggen we nog meer over deze metingen. En ook de hele serie is de moeite waard om te beluisteren, uiteraard. Dan is het goed om te melden, want dat zei ik in het begin al even. Dit is de laatste deelexpeditie in deze vorm. We hebben de afgelopen 2 jaar ook vanwege corona digitale bijeenkomsten georganiseerd. Waarin elk van onze betrokken instituten aan het woord zijn geweest. En dat hebben we met heel veel plezier gedaan in samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Hier ook te zien op de slide. En na de zomer gaan we kijken of zullen we op een andere manier met jullie op de hoogte houden. Dan gaan we ook meer het veld in. Hoe we dat precies gaan doen, dat laten we nog weten. Hangt er natuurlijk ook vanaf of we niet te maken krijgen met een tweede, derde of vierde golf aan corona. Maar als de omstandigheden toelaten, gaan wij gewoon het veld in en gaan we een aantal van die meetopstellingen bekijken.
Daarvoor kunnen jullie, worden jullie allemaal terzijde tijd weer uitgenodigd. En dan informeren jullie terzijde tijd ook over. En wat ik al noemde, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling al even. De afgelopen 2 jaar hebben we daar heel prettig mee samengewerkt. Wij gaan anders jullie betrekken en informeren. Het is goed om te melden dat het NKB ook een andere manier, of een nieuwe fase ingaat. Vanaf september zullen zij onderdeel worden van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen, dus het KBF. Er is nog geen website voor, maar die komt volgens mij in september online. En dat wordt ook een fysiek kenniscentrum waar jullie ook meer over bodemdaling kunnen, in Gouda, waar jullie ook meer informatie over bodemdaling kunnen vinden. En nou, hoe dat er precies uit gaat zien, die plannen ontrollen zich ook, ontvouwen zich ook de komende tijd. En als je daar meer over wil weten, kan je je aanmelden voor de, via een mailtje naar het infoadres, ook hier genoemd. En verder wil ik jullie ook wijzen natuurlijk op onze nieuwsbrief. Als je meer wil weten over het NOBV. Wij zullen de komende tijd ook via nieuwsbrieven jullie informeren. Maar wat ook goed is te melden is dat wij, net zoals afgelopen december, hebben wij een vrij uitgebreid stand van zaken webinar georganiseerd. Dat zullen wij volgend jaar waarschijnlijk ook weer doen. Ergens in medio 2023. Dan zijn we op 3/4 van het programma en dan kunnen we jullie wat meer vertellen. Een lange afsluiter, maar in elk geval namens de STOA, maar ook het Wageningen University en het TNO en het NKB en het NOBV wil ik iedereen heel erg bedanken. Ook de mensen die keer op keer weer zijn geweest. En volgens mij, ik zie in elk geval Sietse elke keer voorbij komen, die is volgens mij alle keren geweest. Maar ook al onze begeleidingscommissieleden, al die onderzoekers die elke keer weer aanschuiven. Ik vind het heel leuk om te zien dat ook de, ik zag meerdere mensen van LTO vandaag ook zitten. Ik zag adviesbureaus. Het is heel belangrijk, denk ik, dat die kennis door iedereen gedeeld wordt. Nogmaals, we hebben nog geen harde resultaten en conclusies, maar daar zijn we hard mee bezig. We doen ons best om zo snel mogelijk daar ook meer over met jullie te delen, zodat jullie dat ook kunnen gebruiken voor je eigen proces. En voor de besluitvormingen en de gebiedsprocessen die volgen. Nogmaals dank en hopelijk fysiek tot fysiek in het veld en na de zomer. Dankjewel, Prime. Dankjewel, iedereen. Ja, heel bedankt, Bart. Ja. Bedankt. Sietse, bedankt. Bedankt. Oké, bedankt en tot ziens allemaal. Dag, Ronald.